De Ford Ranger is al 40 jaar wereldwijd een icoon. 40 jaar, laat dat even op u inwerken. Toen hadden we hier aan de overkant geen bruinkoolhaven. Nee, toen had Ford daar een fabriek waar ze de Ford Transit bouwden. Inmiddels is die fabriek helemaal verdwenen. De Ranger is gebleven en hij is nieuw. Stoere looks. Wij rijden hem vandaag, het werkpaard, in de Wildtrak uitvoering. En hij blijft natuurlijk heel praktisch. Hè? Kijk eens dit, een stepje. Zo kan ik heel makkelijk omhoog. En dan zie ik dat hier een Europallet in past. Maar let eens op, als ik de achterklep open doe, kan ik het je mooi laten zien. Zoals je onderweg moet klussen, je hebt hier gewoon een stopcontact. Hè? 400 watt, 220 volt en natuurlijk een aansluiting voor 12 volt. Allemaal heel handig. Een robuuste auto voor het zware werk en je bent misschien geneigd te zeggen dat hij voor hoveniers is of voor aannemers. Maar met al zijn luxe is hij ook geschikt voor ondernemers die zichzelf niet zo snel in een busje zien rijden. Bovendien is het grote trekvermogen ook een dikke plus. Zoals je ziet een hele praktische pick-up met hier achterin 1000 kilo laadvermogen en je mag 3500 kilo trekken. Dat is handig als je naar een klusje wil. Kijk, en dan heb ik hier controleren aanhangerlichten. Normaal staat er iemand achter de aanhanger van doe eens richting een wijzer, naar links, naar rechts. Hij doet het helemaal zelf. Controle in uitvoering is toch fantastisch? Een Ford Ranger is leverbaar met verschillende cabines. Dit is de Supercab uitvoering. En dat betekent heel veel ruimte in de cabine. Kijk, het is natuurlijk een grijs kentekenauto, maar ik heb hier geen schot zitten. Dus achter de stoelen kun je gewoon ook nog wat spullen kwijt. Even een tas of in het geval van mijn cameraman, een klein kistje, kan er allemaal staan. En, vind ik dan weer fijn, geeft een heel ruimtelijk gevoel. De Ranger Wildtrak is vanaf begin 2024 ook te bestellen met een verlengde wielbasis en een verlengde laadbak. Groot voordeel voor de Nederlandse markt is dat het voertuig hierdoor aan de inrichtingseisen voor grijs kenteken voldoet. Waardoor ook de dubbele cabine met zitplaats voor 5 personen op grijs kenteken kan worden gereden. Verder is alles heel mooi en luxe in deze Wildtrak uitvoering. Maar er zit ook het ADAS op. Het wat hoor ik u denken? ADAS, Advanced Driving Assistance Systems. Wat houdt dat nou weer in? Nou, dat is een hele rij aan systemen die zorgt dat je tussen de lijntjes blijft. Die zorgt dat als iedereen stilstaat en jij niet en je rijdt op de cruise control, dat de auto zelf gaat stilstaan. En hij kijkt ook als er verkeer van links en rechts komt, inclusief voetgangers. Lekker veilig. Afwerking van binnen is helemaal fantastisch en centraal hier op het dashboard de 12,1 inch touchscreen met het Ford connectiviteitssysteem. Kun je van alles op instellen en een van de dingen die je daarop in kan stellen is de Blind Spot Information System. De dode hoek is altijd een heet hangijzer, zeker als je een lengte van een meter of 10 meeneemt. Dat kun je dan instellen en dan bewaakt hij de dode hoek tot een aanhanger van 10 meter lengte. Hier moet je het instellen. De sensor daarvoor zit onder het achterlicht en ik vind dat echt een hele handige. Want het maakt het gewoon echt veiliger. Want laten we heel eerlijk zijn, als je 10 meter lengte meeneemt, is je dode hoek ook veel groter. Niet onbelangrijk, onder de motorkap van deze Wildtrak ligt een 2 liter EcoBlue dieselmotor. Twee turbo's, 205 pk, dat is lekker, maar wat nog veel beter is, 500 Nm koppel. En dan zit die gekoppeld aan een 10 traps vol automaat. En dat vind ik nou echt interessant, want als je 10 versnellingen hebt, zit je altijd in het goede gebied qua trekken. Dan rijdt hij heerlijk vlot door het verkeer, ook al hangt er 3,5 ton aan de trekhaak. Deze grote knop zorgt ervoor dat ik de rijmodus kan veranderen. En een
van die instellingen is trekken en slepen. En dat zorgt ervoor dat als je er aanhanger achter hangt, dat je altijd in het goede toerengebied zit met optrekken, maar ook met afremmen. En totaal zijn er 5 instellingen waarin je kan gaan rijden. Natuurlijk is er normaal, eco, en hij zoekt zelf ook uit of hij een 4x4 laag of hoog moet hebben. En 4x4 laag, dat is ook een van die instellingen als je namelijk in het zand gaat rijden. Het is natuurlijk fantastisch werkpaard, hè, zo'n Ranger Wildtrak. En als je helemaal off-road wil rijden, ja, dan is misschien de Raptor wel nog een wat betere optie. Heel eerlijk, deze Wildtrak staat ook zo'n mannetje in het terrein. Even afkoppelen en gas erop. Met de Ranger Wildtrak heeft Ford gewoon een hele stoere, praktische bedrijfsauto neergezet. Met 1 heel groot voordeel. Ook in je vrije tijd is hij goed te gebruiken.